Welkom bij een nieuwe aflevering van Zorgkast, de bijbepodcast voor zorg en hulpverleners. Vandaag is Anja Rietveld aan het woord, coördinator van Vrijwilligers bij Lely Zorggroep. Vandaag lees ik met jullie 2 Kronieken 16 vers 9 uit de nieuwe Bijbelvertaling. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan. Nog niet zo lang geleden las ik deze tekst en werd ik diep geraakt. Ik schreef de tekst over op een klein briefje en plakte hem op mijn bureau zodat ik er steeds bij bepaald kon worden. Ook nam ik de tekst mee in het gebedsmoment van onze locatie, waarin we wekelijks met een paar collega's bijeenkomen om elkaar te bemoedigen en te bidden om zegen, bescherming en genezing van bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten. Waarom werd ik zo door de tekst geraakt? De tekst geeft aan, dat God voortdurend met ons mensen bezig is. Wij gaan hem aan het hart. Hij is dus niet ver weg, zoals we vaak denken of ervaren. De Statenvertaling zegt het eigenlijk nog duidelijker: Hij wil ons krachtig bijstaan. Er wordt wel iets aan toegevoegd: Als wij hem met heel ons hart zijn toegedaan. Wat betekent dat? Dat het niet van één kant kan komen. De Heere wil ons helpen en bijstaan, maar verlangt van ons dat wij Hem vertrouwen en naar Zijn aanwezigheid en hulp vragen, zowel in ons privéleven als in ons werk. God vraagt ons dus Hem te vertrouwen. Nou, dat bleek ook voor koning Asa in de geschiedenis in 2 Chronieken 16 geen eenvoudige opdracht. Asa sluit een verdrag met de koning van Syrië omdat hij daarop meer vertrouwde dan het verbond dat hij en zijn vader met God had gesloten. Daar deed hij geen goed aan. De profeet Hanani vertelde hem dat hij in Gods ogen dwaas had gehandeld en het liep uiteindelijk niet goed af voor Asaf. De Heeren vertrouwen, ook als het niet van een leien dakje gaat in je leven. Als de verwarring toeslaat door de coronacrisis, als geliefden je ontvallen, als je ernstig ziek wordt, er geen verandering komt in die uitzichtloze situatie, hoe blijf je dan vertrouwen? Ik worstelde daarmee. Op een dag kreeg ik in mijn stille tijd daarop een antwoord. Ik las de tekst in Lucas 8 vers 22 tot 25. We lezen daar als volgt: Het gebeurde op een van die dagen dat hij, dat is Jezus, met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water. En zij waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekte hem, en zeiden: Meester, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen, en er kwam stilte. Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar ze waren bevreesd en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar: Wie is deze toch? Dat hij ook de wind en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Deze tekst werd in mijn dagboekje als volgt verklaard. De discipelen waren niet op eigen houtje gaan varen. Ze hadden gehandeld op aanwijzing van hun meester. Zij maakten vervolgens hele moeilijke ogenblikken door. Toch was de Heer bij hen. Ze konden niet begrijpen. Dat hij onder zulke omstandigheden kon slapen. Ze dachten dat hij hen in de steek had gelaten en hen aan hun lot overliet. Hun gevoelens klopten niet met de werkelijkheid, want hij was bij hen in het schip. En zij hoefden hem maar te roepen, want daarop wachtte hij en hij bood hulp. Vertrouwen wij God als hij ons op weg stuurt of een opdracht geeft? Zijn wij er volledig zeker van dat Hij ons zal helpen? God belooft ons naar de plek te brengen waar Hij ons wil hebben, maar het is wel door de storm heen. Ja, Hij laat stormen toe in ons leven, maar Hij is bij ons en Zijn liefde en zorg zijn oneindig. We hebben die oneindige liefde onlangs mogen gedenken tijdens het Paasfeest. Ook Jezus Christus zelf moest door een immens zware storm heen. Het leek erop of hij eraan bezweek, maar hij heeft de dood overwonnen door uit de dood op te staan. Zouden wij ons niet toevertrouwen aan Jezus, die zijn leven voor ons over had? Ik eindig met een lied van Sela. In de nacht van strijd en zorgen. Kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop? Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet. Bedankt voor het luisteren naar Zorgkast. We wensen je een gezegende werkdag toe. Zorgkast is een initiatief van de IZB en Lely Zorggroep.